opgang hierboven en met een microfoon van de kantine. Nou, die deed het helemaal keurig totdat we hier in de kazerne stonden. Toen viel de microfoon aan. Dus toen hebben we dit ingehuurd. En net 5 minuten terug gaat er iemand illegaal radio uitzenden. En die zit ook in een microfoongolf. Dus als ik nu de microfoon uitdoe. En een radio. Dus ik hoop dat het goed gaat zo. Nou, we zijn hier met z'n allen om de vooraankondiging te doen van de fietstocht. Die is zondag 9 juni om 2 uur. Bedankt. We zijn hier natuurlijk om afscheid te nemen van Joop met de 842. Nou, ik heb even erbij gezocht wanneer hij is gekomen. En dat was op 19/7/1996 om 23:30. Dus het was een spoedklussie, denk ik. En die is aangeschreven aan de platte van nummer 2/1723 Anton Bernhard in Noord-Scharwoude. Dus ik heb me even laten bijpraten door Berry. En dat was toen de nieuwe 842. De 645 stond toen de tijd nog in Sint Pancras. Kijk ik even. Ja, dat klopt. En dat was het eerste uitdrukvoertuig toen de tijd. En de 716 was er al en de 715 was er al. En toen kwam de 842 er nieuw bij en de andere 842 ging weg. En dat was niet de 842 met die houten bankjes. Dat was nog weer een generatie daarvoor. Oh, dat was dus een... Ja, ach, maar whatever. In ieder geval, nou, we zijn hier bijeen. Dus het is leuk, want we krijgen er straks een komen en gaan van nieuwe auto's. En dan is het misschien wel even handig dat de mensen omgaat, dat die bij elkaar staan. Tenminste, die dan daarna een rol gaan spelen. Dus Jan Wiebe of burgemeester is misschien makkelijker als u bij deze heren gaat staan. En als de fotografen klaar zijn... Ja? Dan denk ik dat jullie het beste nog een stap naar achter kunnen nemen, want dan kan je eerst die erop zetten. Dan ga ik hier staan. Ik heb mijn hoed op, dat is spannend. Kijk ik, ja? Ja, John? Ja. Joop! We zien hier de laatste 4 nieuwe brandweermensen. Het is een speciaal moment voor Berry en Tom, want dit is de eerste 842 waar hun mee aan het druk zijn. Thank you.
Ja. 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 Ja.